De achtertuin van Ton en Marion in Brunssum is omgetoverd tot een verdeelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. Toen de schoonzus van een dochter besloot om 8 familieleden naar Nederland te halen, riep het stel op Facebook op om vluchtelingen te helpen. Dan moest natuurlijk onderdak gezocht worden voor die mensen. Daarnaast is het dat die mensen die hebben niks. Dus ik ben nu eigenlijk bezig met het sorteren van goederen, van spullen die we hebben gekregen van mensen, omdat ik een oproep op Facebook had gedaan. En als je ziet hoeveel mensen dat daar gehoor aan hebben gegeven, dat is gewoon hartverwarmend. Tanja kwam 21 jaar geleden als 8-jarig meisje met haar moeder vanuit Oekraïne naar Nederland. Toen de situatie daar gevaarlijker werd, regelde ze vervoer om haar familie hier naartoe te halen. Voor Olga, die haar man aan de grens moest achterlaten, is het moeilijk. Mijn душа розривається, щоб ми були самі тут, то щоб вся сім'я була тут, то більшого щастя вообще нема чого желати. Ze zegt, ze is wel heel erg gelukkig dat ze hier mag zijn en opgevangen wordt en alles. Maar toch, van binnen, de ziel gaat van binnen gewoon kapot omdat ze haar man daarachter moet laten, ook de vader van haar kinderen. En dat ze het jammer vindt dat ze niet gezamenlijk hier kunnen zijn. En dat doet pijn. En ze zegt, als we hier samen zouden zijn, dan zou het nog idealer zijn.